Als jullie dit weekend een cijfer zouden mogen geven, wat zou dat cijfer zijn voor jou, Johan? Een cijfer? Een cijfer voor het weekend, de wedstrijd. Nou, alleen voor Borussia Dortmund tegen Bayern geef ik het weekend al een dikke 8. Maar ik bedoel vooral even de Nederlandse competitie. Gewoon... Een 4. Een 4. Oké. Okay. Als je Dortmund-Bayern gezien hebt, dan zit je in de Eredivisie naar gehandicapte voetbal te kijken. Ah, wordt weer gelijk zo heel negatief getrokken. Ja, nee, maar het is zo, Wilfred. Spelers die de meest essentiële dingen niet beheersen die je op dat niveau zou moeten beheersen. Zo'n jongens van Excelsior, die Schouten, die kopt dan net heel ongelukkig. Die bal in eigen goal bijvoorbeeld. Dat kan gebeuren. Een leuk voetballer, man. Kijk, buiten de keepers, wat ieder weekend een ramp is. Kijk, ik kan me voorstellen, die Dick Advocaat. Kijk, Dick die gaat op zijn oude dag daar weer Utrecht werken. En dan heeft hij daar zo'n slappe Deen in doel staan. Die laat er 2 door. Ja, die had jij tegengehouden. Ja, maar op dat moment is het best wel een aardige keeper. Ja, zeg maar. Dit, was het, dit is heel goed wat je zegt, want hij wilde het niet noemen. Maar ik vroeg aan hem, ik zeg, je moet doodziek geworden zijn van allebei die goals. En dat wilde die nou niet. Maar deze, hij staat bijna bij de cornervlag, die keeper. Ja. Die laat 5,5 meter open. Ja. 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 Hij staat met de paal. Hij staat gewoon met de paal. Dus ik dacht dat het een corner was. Hij dekt de paal. Hij was ervan overtuigd dat hij hem voor ging geven. Ja. Nou, leek het wel op, ja. Dit sloeg echt nergens op. Ik zat met Arnold Brugge daar op de rand van de 16. Ja. Ik zeg, nou, doelpunt. Ja. Doen ze in Denemarken alle 3 corners penalty. Ja. Maar jij wilde eigenlijk dat Dick dit zou zeggen, toch? Of niet? Ja, ik wilde wel. Maar dat wilde Dick niet. Wat hebben wij toch een kutkeeper? Godverdomme, hebben wij een kutkeeper. Verschrikkelijk van een kutkeeper hebben wij. Maar dat zegt die Dick dan niet, hè, terwijl hij het wel dacht. Maar het gekke is, en jullie zullen het niet meer weten, hij zei, het is geen kutkeeper. Die Jens is een goede keeper. Nee, maar hij kan echt wel keeper. Dat is echt een goede keeper. Ja. Wat Dick zegt dan, weet je, ik... Dat vind ik ook wel mooi met Koeman, waar we net over hebben. Je moet tegenwoordig, als je kritiek hebt, moet je iemand één op één nemen. Hè? Ja. Dat mag niet iedereen horen. Dick zegt gewoon, ik ga ze maandag allemaal de touwtieven schelden. Ja, hij zei ook in een interview. Heerlijk. Ze zijn lekker zo bang voor me. Ze zeggen lekker niks terug, zei hij ook nog in een interview. Maar het is ook lekker dat je gewoon 16 mensen tegelijk verrot kan schelden. Anders moet je 20 keer, 16 keer moet je gaan zitten. Maar Ronald Koeman doet het ook na afloop, hè? Ja. Van Frankrijk uit met Giroud. Niet even Van Dijk voortaan wat. Nee, je moet godverdomme je klauw erin zetten, lul. Toch denk ik, ja, ik hou er wel van.